Hey, Dimitri en Chemeen. Goedemorgen, middag. Goedemiddag. Hey jongens, jullie zijn hier aan een mooie praat in de Basic Fit op de ZEP, hey, in Middelburg. En jullie zijn met z'n tweeën een eigen school begonnen. Vertel daar eens wat over. Klopt. Twee broers uit Middelburg. Altijd bedreven in de sport, vooral krachttraining. En eigenlijk vanaf vorig jaar bedacht om er eens wat mee te doen. En dan samen ook echt? Ja, samen les te geven, samen de krachten te bundelen en mensen fitter en beter helpen worden. Ja, want als je met jou ken ik al wat langer, een jaar of tien of zo. Hè? Ja, toen was je nog niet zo gespierd en getatoeëerd als toen. Maar, en jij bent de broer, jij was vrachtwagenchauffeur, of ja, dat ben je nog steeds? Dat ben ik nog steeds. Maar jullie doen dit in Basic Fit, maar jullie werken wel voor jullie zelf. Hoe moeten we dat zien? Ja, wij zijn als eigen bedrijf samen begonnen. En op zoek naar een locatie. En die hebben we eigenlijk gevonden, de plek waar we zelf sporten. Basic Fit hier in Middelburg. En zij bieden ons de ruimte aan om te sporten met onze klanten. Oké, en dan is de vraag, want ik ben hier zelf niet zo een sporter, maar er zijn best wel wat sportscholen in Middelburg. En ik weet natuurlijk wel dat er verschillen tussen allerlei vormen. Maar waar onderscheiden jullie je van anderen? Waarom zouden mensen naar jullie moeten? Wij zijn heel erg bezig met de houding, de juiste houding, correcte houding van oefeningen. Blessurevrije sporten. Zodat sporten eigenlijk niet voor een korte periode is, maar dat je er een lange duur kwestie van kan maken. Ja, want Germain, jij hebt ook een achtergrond in de sport, toch? Absoluut, ja. Ik ben opleiding sportkunde aan het volgen nog. Oh, nog steeds? Momenteel aan het afstuderen. Dus ik hoop eind mei afgestudeerd te zijn. En dat kan mooi aansluiten met wat we hier in mei gaan beginnen. Ja, dus van jou kunnen we sowieso zeggen dat je heel goed weet wat je doet. Dat is zeker wel. Ja. En is dit ook voor dames of is het alleen voor heren? Voor iedereen. Ja? Jong, oud. Ja, absoluut. Iedereen die ook maar denkt progressie te kunnen boeken, is welkom bij ons. We hebben voor iedereen op maat gemaakte schema's. En wat voor kant je ook op wil. Conditie, kracht, afvallen of groter worden, dat eigenlijk allemaal geen probleem. Oké. Ja, dat is prima. En ik zag jullie al wat langer ook bezig op Instagram en Facebook. Maar ik begrijp dat de website inmiddels ook de lucht in is. Juist, klopt. Welk adres moeten de mensen dan hebben? Het is www.strengthtransformingcenter.nl. Ik zal daar even inzoomen op je bedrijfskleding. Ja. Dat is het. Ja. En daar staan ook filmpjes op waar jullie voorbeelden geven van hoe je moet hoe oefeningen gaan. We zijn ook bezig geweest met een online trainingssysteem. Mensen bij ons een trainingsschema kunnen boeken. En door een login foto's en filmpjes te kunnen bekijken met de oefeningen die ze gaan beoefenen bij ons. Oké, super. Een duidelijke uitleg. En per wanneer gaan jullie van start tot slot? 1 mei. Vanaf 2 mei? 1 mei. 1 mei, sorry. Oké. Dus dan mensen kunnen zich via de site aanmelden of die kunnen zich gewoon hier aanmelden. Ja. Hoe eerder, hoe beter. We kunnen ook wat vooraf doelen bespreken of andere wensen van de klanten. En dan kunnen we vanaf 1 mei van hier lekker aan de gang gaan. Nou, super. Dank jullie wel voor de toelichting en veel succes met de nieuwe onderneming. Ja.